staan hier vandaag in Capelle op den Bosch voor de Jan Bogaerts Spoorbrug. Dat is een basculebrug, gebouwd begin de jaren 80. Deze brug wordt vandaag in de komende 3 weken volledig vernieuwd. Het is een beweegbare brug, de basculebrug, die bijna loodrecht naar boven kan om doorgang te laten voor het scheepvaartverkeer. Door al die beweegbare deeltjes is de kans op storing natuurlijk groter. Dit zal uiteindelijk de veiligheid en de stiptijd van het treinverkeer te goede komen. Concreet wordt alle bekabeling vervangen, alle elektromechanica, de bovenleiding, de schommels. Dat zijn de toestellen die ervoor zorgen dat de bovenleiding veilig naar beneden kan gaan om plaats te maken voor de bewegende brug. Bovendien wordt er ook een nieuw camerasysteem geïnstalleerd waardoor de brug van op afstand zal kunnen gemonitord worden. Op die manier zal er heel gericht kunnen ingegrepen worden in geval van storing. En tot slot worden er ook een heel backup systeem voorzien. Alles wordt in dubbel gemaakt waardoor dat als het één systeem het laat afweten, het backup systeem kan overnemen. Deze werf kadert in een grotere samenwerking met de Vlaamse Waterweg. In totaal worden 6 bruggen aangepakt, 3 spoorbruggen en 3 wegbruggen. De Vlaamse Waterweg en Intrabel werken samen en delen hier ook dan de kosten.